Zeer goedemorgen allemaal, ik moet goed zien. Het is nog echt morgen. De kuisraak komt nog hier, dus dat wil zeggen dat we vroeg moesten opstaan, iets vroeger dan anders. Dus en dat voel je wel weer. Natuurlijk omdat ik gisteren ook, vroeger opgestaan, maandag ook. Normaal sta ik het rond om 9 uur of zo op, dus dat begin je wel te voelen eigenlijk. Maar ook omdat we zondag natuurlijk, jullie weten dat al, jullie hebben het ook gezien natuurlijk, de ballon vaart, dat was heel vroeg. En dat voel je nog altijd wel een beetje in je lijf dat je zo vroeg bent opgestaan. En, maar ik had er geen probleem om zo vroeg op te staan, denk ik. Denk ik niet. Kom eens, Kirsten. Onze poes. Het is helemaal klaar om de morgen te starten, dus die vindt het helemaal niet erg. Ja, je vindt het helemaal niet erg om zo vroeg moeten opstaan, jij. Hè? Nee, hè. Ik ben wel blij wat eigenlijk allemaal gebeurd is deze week al. Dus vooral toen Sirken en Meetup hier stonden. Dat t-shirt heb ik even aangehad deze week al. Nu ben ik iets op de zomers. Omdat het wel, ja, het is wel warm buiten. En ook omdat ik nu toch niet echt buiten moet. Daarmee. Het zwembad ziet er echt wel uit van zijn eerste beste leven gehad eigenlijk. Het ziet er eigenlijk uit, dus als je dat goed ziet, is dat dus even te tonen. Kijk, zie je het. Van de zomer ging het iets beter, dus ik denk dat er iets mis is met het zwembad. Ik weet niet wat, maar dus het zwembad er nu momenteel uit. Dat het zwembad van Enzo, dat is ons zwembad. En als je dat ziet, dat ziet er niet goed uit. Hè. Wat gaan we pakken? Er is echt super veel kattenzand. Ik heb allemaal super veel kattenzand. Dit heb je ook nog. Ik weet het. Veel, veel kattenzand. Dus kijk die goed. Hier heb je ook nog heel veel. Dat is goed. En hier heb je het konijnen dingen. En nu gaan we ook eens kijken op de konijnen. Wat het allemaal mag. Echt een hele jong. Allemaal konijn. Allemaal. Dus echt ook weer kijken wat we gaan pakken. Ik denk dat we die gaan pakken. Het is groot. Dat is maar 3 euro. Nou, dat is maar 3 euro. Dan heb je hier nog wat eten. Sticks. Maar die komen binnenkort al eens halen, want ze hebben er nog. Er zit echt heel veel van de konijnen eigenlijk. Heel veel verschillende dingen. Ik zie die doos, ah daar zijn die dozen. Zijn. Het is 10 euro de doos. Dus het is echt super veel van de konijnen. Eldrion is konijn. En dan moet ik dan natuurlijk kiezen, hè, wat ik wil geven aan die beestjes. Dus dit is nu de kat, dat is eigenlijk wat we nodig hebben. Dus we gaan. Ik vind dat hier. We hebben altijd de coronaregels die we moeten houden. Dus we moeten dat hier. Nee, we zitten in de speelgoed kijken wat ze daar hebben. Gewoon niet om te kopen, maar gewoon eens kijken. Het is altijd rustig. Meestal is het zondag is altijd het drukst. We gaan toch eens kijken. Mm-hmm.
En eens kijken naar de zwembaden. Even kijken wat er te zien valt. We gaan eens richting de kassa. We hebben alles gevonden, dus we gaan richting de kassa. De kassa is helemaal naar binnen voor. Dus we gaan er eens naartoe. We zijn alles in de fiets steken. Misschien dat we dat kunnen filmen. Dat we dat kunnen zien. Alles in de fiets steken. Kar eens terugbrengen. Zo. Ik ga helemaal terugbrengen naar wat er vandaan komt. Zo. Het is goed warm buiten. Hè? Moet ik hem niet zetten, want hij is een toekomst, dus. Hier is hem dan. Alles goed met jou? Je hebt een nieuwe rustzak. Ik ben naar tas gaan. Ik ben daar moe geweest. En ik kan gewoon ook aan meer opgebruiken. Daar beter om. Ik daar in de tuin zit een dier. Zitten mensen daar? Nu is hij weg. Daar beter om. Ja, dat is langer, dat is gemakkelijker. Dat kan. Okay. Maar ook hebben we nu aan nieuwe AC-blokjes, die zijn beter. En ook hoe dat ze dat gedaan heeft. Beter. Want die gewoon die ook niet in de fik. Ja, ja, natuurlijk, ik bedoel dat niet verkeerd, hè. Ja. Die heb je ook gekregen van haar, van Meetup. Je kunt alles misschien in die zak steken. Ja, dat weet je nog niet, het loon. Dat blijft alles mooi samen. Je bent nog niet verbrand, dat is een wonder op zich. Nee, nog niet, ik heb het gezegd.